D66 wil alle boeren weg hebben, zodat ze weilanden vol kunnen bouwen. Nee. Dit is Debunked, waarin we beweringen ontkrachten die wel eens voorbij ziet komen op internet. En vandaag behandelen we bouwen in de stikstofcrisis, of beter gezegd, niet bouwen in de stikstofcrisis. Hoe krijg jij weer zicht op een betaalbare woning? Dat vertel ik je zo. Maar eerst gaan we naar de bewering die je wel eens voorbij ziet komen. Ik ben benieuwd. Wat is nou het probleem? Die stikstofcrisis bestaat alleen in jullie papieren werkelijkheid. Nou, het probleem is dat jonge mensen, studenten en starters nu geen betaalbare woning kunnen vinden vanwege het woningtekort. Dat wordt onder andere veroorzaakt door het stikstofprobleem. En dat zit zo. We kennen in Nederland een te hoge stikstofuitstoot en dat komt met name door de intensieve veehouderij. De natuur verzuurt, waardoor planten en diersoorten verdwijnen. En de rechter heeft nu bepaald dat er een natuurvergunning nodig is voor woningbouwprojecten. Bijvoorbeeld omdat er een kwetsbaar natuurgebied in de buurt ligt van zo'n woningbouwproject. En daardoor liggen heel veel bouwprojecten stil. En dat is heel slecht nieuws voor jonge mensen die op zoek zijn naar een betaalbare woning. De bouw is zelf een grote uitstoter van stikstof. 2/3 van de stikstofuitstoot komt uit de intensieve veehouderij. De bouw stoot minder dan 1% stikstof uit. En dan hoor ik jullie al denken, kun je dat dan niet door de vingers zien? Helaas, dat is al te lang geprobeerd met allerlei geitenpaadjes. Op dit moment is ieder beetje stikstof, zelfs die 1% in de bouw, te veel. Eerst moet het goed gaan met onze natuur. Oké. Bij mij in de straat wordt er wel nog gewoon doorgebouwd. Ja. Projecten waarvoor al een aanvraag is afgegeven, die kunnen gewoon doorgaan. Een rechterlijke uitspraak gaat vanaf dat moment in. Dus nieuwe projecten, nieuwe aanvragen, daarvoor moeten allerlei nieuwe berekeningen worden gemaakt. Dus niet met terugwerkende kracht. Maar we hebben 900.000 woningen te bouwen tot 2030. En bouwprojecten, die trajecten duren heel lang, soms wel jaren. We moeten nu het stikstofprobleem oplossen, zodat de jongeren in de toekomst kans en zicht blijven hebben op een betaalbare woning. D66 wil alle boeren weg hebben, zodat ze weilanden vol kunnen bouwen. Ja, we hebben een hele grote opdracht om bijna 1 miljoen woningen te gaan bouwen. Maar dat doet D66 het liefst binnen de stad. We hebben slechts 1% van de beschikbare grond in Nederland nodig voor het bouwen van die 900.000 woningen. En dat betekent dat we de hoogte in gaan bouwen, maar dat we ook bouwen op bestaande gebouwen. Of bijvoorbeeld kantoorpanden ombouwen tot woningen. En daardoor blijft er meer ruimte over en beschermen we de natuur. Dus, hoe gaan we zorgen voor meer betaalbare woningen? Want wij willen voor 2030 bijna 1 miljoen huizen gebouwd hebben. En wat ons betreft bouwen we vooral binnen de stad, waar al openbaar vervoer is, waar er scholen zijn en winkels. En gelukkig is de bouw niet helemaal stilgevallen. Maar van ons moet het een tandje sneller. Heb jij een mooi idee die kan zorgen voor meer betaalbare woningen? Laat het me dan weten. Dit was Debunked. Ik hoop dat jullie iets van hebben opgestoken. Ik vond het in ieder geval heel leuk. En ik zie jullie comments graag tegemoet. Houdoe! Brabant is alles.